Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ja, het is al meteen na de eerste aflevering dat ik dit opneem. En hopelijk heb ik een paar spelersuggesties achtergelaten. Dan kan ik nu even verder met de carrière mode. Voor 1 jaar afleveren is goed. Tuma gaat blijkbaar naar Getafe. En we hebben Milan nog oprecht even uitgeleend aan Eupen. En toen moeten we tegen Union spelen. Wat gaat dit worden? Hopelijk winnen we dit. Oh, eerste verlies van het seizoen. Volgens dan tegen Zulte. En dan tegen Serijn. Tegen Serijn wil ik toch wel winnen. Mijn eerste wedstrijd tegen Zulte. Denk gelijk. Ja, het is gelijk. Orban maakt nog eens een doelpuntje. En we hebben Bijker verkocht voor 1,1 miljoen. Nu wedstrijd tegen Serijn. 1-4. Afif. En Niklas Storm nog mijn doelpunt. Dat was een heel goed resultaat. Ik ga het snel simuleren. Orban speelt tegen zijn oudsteam en hij scoorde wel, maar we verliezen. Goed thuis tegen Oostende. Dat wordt ook leuk. Simuleren. Oei, we verliezen. Dat is niet goed. En daardoor staan we nu zesde. We hebben allemaal 11 wedstrijden gespeeld. Ik denk dat ik die wedstrijd tegen Anderlecht ga spelen die eraan komt. Eerst nog Club Brugge. Uit. Ja, uit verwacht ik dat we verliezen tegen Club Brugge. Een gelijkspel zou ook mooi zijn, maar ja, verlies. Orban die won nog scoort. En de wedstrijd tegen Anderlecht ga ik gewoon spelen. Oei, dat is geen goede maand. Ik zie al 3 keer verlies. Oei oei, Anderlecht is al meteen gevaarlijk. Ah, had zelf moeten gaan. Orban! Oké, Orban, please, maak hem af. Orban met de goal! 1-0. Oppassen. Pak hem! Nee! Oh! Dat was onze voorsprong en we staan nu al gelijk. 1-1. Oppassen, dit is heel gevaarlijk. Oeh, gelukkig hebben we nog bal. Onderscheppen, goed gedaan. Orban. Nu misschien, Orban. Hij scoort. 2-1 voor ons. En dit is waarom we Orban gehaald hebben. Oh jee. Oppassen voor Anderlecht. Oppassen. Oh jee. Oeh, gelukkig geen save. En dan ja, wordt zo nog een spannend. Hun keeper komt mee. Dus als we onderscheppen, snel de bal. Polling gooien aan de ballijn. We winnen. Met het kleinste verschil van Anderlecht. Anderlecht was vooral de veel betere ploeg, maar ja, soms moet je gewoon je kans afwerken. En dan win je. Het was wel heel erg belangrijk dat we nu nog eens winnen, want we hadden heel veel wedstrijden na elkaar verloren. En dan voelt het nog eens goed om weer eens te winnen. Oké, thuis tegen Cercle. Wil uit tegen Cercle simuleren. En we winnen met 0-2. Kalender. Oeh, tegen Antwerp ga ik toch simuleren. Ah, oei, we verliezen met 1-2. Ik kan hier de wedstrijd tegen Eupen simuleren. Het is uit. Verwacht wel dat we winnen. En dat doen we ook met het kleinste verschil. Oeh, de beker komt eraan. Die beker ga ik spelen met een B-elftal dus. En dan ga ik andere spelers even wat kans geven. Oh, we winnen met een B-elftal. Oké. We gaan dan toch door. Ja. In de eigen competitie speel ik wel met A-elftal. Ja, ik simuleer ze eigenlijk liever op deze manier. Ik weet dat ik ook via de kalender kan doen, maar zo kan ik ook zien wie er scoort. En dat is leuker om te zien dan. 0-3, simuleer ik eigenlijk nog best wel goed. We winnen nog best wel vaak. Ik dacht dat we veel meer zouden verliezen. Gaan we iets kunnen doen tegen Charleroi? Ja, we verliezen met 1-2. Ja, we verliezen met 1-3.
Oké, nog een wedstrijd tegen A-Gent. Die ik ga spelen met B-Aftal omdat het in de beker is. Ah, we verliezen met 2-0. Ik ben toch niet echt van plan om de beker te winnen. In het dichte heeft Mechelen wel de finale gehaald, maar helaas gingen ze er kansloos onderuit tegen Antwerp. Dit is de laatste wedstrijd die ik ging simuleren voor deze video. Dus dan komen we zo bij de wintertransfers. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En voor ik nog even ga afsluiten, ga ik even spelerstatistiek even tonen. Dat is ook wel altijd leuk om te tonen. Aviv heeft al 16 doelpunten. Jansen heeft er al 18. Orban zit aan 10 stuks. En bij assisten, even kijken. En dan heeft ook Aviv al 6. Ja, we doen het niet slecht. En op de ranglijst staan we 5 dus. Net niet in de top 4, maar ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik weer terug bij een volgende video dus. Doei doei.